Katrien Afgoustakis heeft zich gisteren vrijwillig laten opsluiten in de oude gevangenis van Hasselt. Ik moet mij komen aanmelden. De zangeres moest al haar persoonlijke spullen afgeven. Ze werd door een cipier gefouilleerd en als een echte crimineel gefotografeerd. Die stoel vond ik ook weer zo raar. Blijkbaar stond die hier dus echt al. En ja, echt, dat leeft, hè. Ik kan daar echt geen uitleg aan geven. Dat is echt zo een rare stoel. Die zat ongemakkelijk en dan word je zo een kwartslag gedraaid. En dan, ja, het is echt een heel rare sfeer hier binnen. Naast Katrien werden nog vier bekende Limburgers voor 24 uur achter slot en grendel gedraaid. Eén van hen was Katriens collega Marianne Berger. Ik heb hier net zo'n beetje rondgelopen. Het is echt wel een beetje spooky. Niet iedere cel ziet er hetzelfde uit. Ik heb ook isoleercellen gezien. En de douchecabines. En één cel was dan volledig rood. De andere was dan volledig zwart. Op de andere waren van die rare tekeningen geschilderd en zo. Dus dat was echt wel gek allemaal. De opsluiting gebeurt in het kader van de vijfde verjaardag van het Streekfonds Een Hart voor Limburg. Vanuit hun cel moeten de bekende gevangenen een oproep doen om hen vrij te kopen. Door €5 te storten voor Een Hart voor Limburg.